Yo guys, welkom bij een korte update video. Een aantal van jullie hebben mij op Twitter gevraagd waarom de laatste paar dagen er geen snacktime video's maken. En ik heb zelf ook op Twitter, wat trouwens is, @WouterVanDeVaart, heb ik ook al gezegd dat helaas mijn internet op het moment echt ontzettend slecht is. Ik kan letterlijk niet inloggen of spelen, of ik word er alweer uitgegooid. En dat gebeurt echt om de minuut ongeveer. Ik probeerde, wat was het, gisteren probeerde ik 1 snacktime of 3 snacktimes eigenlijk op te nemen. En ja, bij de eerste, we kwamen in de game en bam, disconnected. En daarna probeerde ik weer en weer disconnected. Het is echt gewoon waardeloos op het moment. Als het goed is, kan ik wel uploaden. Dat hoop ik tenminste. Als je deze video ziet, dan is dat gelukt. Dus dan ga ik maar proberen om even wat vlogs te doen. Ik ga sowieso morgenochtend om 5:30 ochtends naar Gamescom in Duitsland. En ja, dan ben ik toch wel even bezig en kan ik toch geen video's opnemen. Maar helaas heb ik dus geen snacktime kunnen doen. Ik heb nog wel wat op mijn computer staan. Als het goed is nog een aflevering van Survival met Elita. Dus kan ik die uploaden. En ik heb ook nog wat van League of Legends. Ik ga kijken of ik daar nog iets mee kan doen. De monteur die komt zaterdag, dus het wordt even uitzitten en kijken of ik voor de rest wat kan doen. Misschien even een vlogje maken of een Q&A doen of ja, noem het maar op. Ik moet maar gaan improviseren eigenlijk. Het zal in ieder geval dus heel eventjes geen snacktime zijn of andere Minecraft dingen, helaas. Maar als het goed is, vanaf zaterdag weer wel. Ik hoop dat het verholpen kan worden voor jullie en voor mij natuurlijk. En ja, dat is het eigenlijk. Ik ga naar Duitsland, dus ik hoop dat jullie een heerlijke week voor de rest hebben. Ik zal jullie up-to-date houden met vlogjes die komen daarna online. En dan zie ik jullie dan wel weer. Dus mensen, als je nog vakantie hebt, geniet ervan. Als je weer naar school gaat, succes. I'm with you. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Bedankt voor het kijken mensen. Ciao.